Met Bas Roels van het Wereld Natuurfonds ben ik op weg naar nog zo'n nieuwe plek. De vogelkijkhut in Middelharnis. Bas is de afgelopen jaren samen met andere natuurorganisaties in het Droomfondsproject Haringvliet bezig geweest om de deltanatuur in het gebied te herstellen en toegankelijk te maken voor het publiek. Zijn jullie dromen uitgekomen? Ja, heel veel wel. Ja. Ja. Kijk, we hebben recent gevonden dat die platte oesterbanken die we aan het aanleggen zijn, dat die platte oesters ook voortplant in de monding hier van Haringvliet. Zijn we terug eigenlijk bijna. En herintroductie van de steur is echt van de grond gekomen. Zijn we echt hard aan het werken daarmee. En aan die andere kant natuurlijk heel veel wandelpaden, kijkhutten, net zoals hier. Allemaal plekken, allemaal faciliteiten dat mensen die hier wonen of die hier komen recreëren, dat die ook die delta natuur, Haringvliet natuur kunnen beleven. En ook met een waterbus bijvoorbeeld. Ja, die heeft 2 jaar lang heeft de waterbus met ons hier vanuit Dordrecht en Rotterdam mensen hierheen gebracht. Nou, en dat is nu ook overgenomen door de gemeente en de provincie zelf. Dus eigenlijk als je vraagt van wat zijn nou jullie resultaten, dat is eigenlijk het grootste resultaat nu. Dat we gewoon voelen en zien dat mensen die hier wonen, werken en besturen, dat die echt dat Haringvliet veel meer zijn gaan zien. Van hé, daar ligt iets moois. Zo, mooie natuur met veel potentie. En daar gaan we wat mee doen. En die sluizen. En die sluizen. Want ze gaan nu toch echt binnenkort open. Ja, 15 november is nu het moment dat de minister op een knop gaat drukken. Voor zover wij hebben kunnen vinden. Eigenlijk waarschijnlijk de eerste plek ter wereld waar een afgedamde rivierarm of zeearm weer geopend wordt. Ja. Dat is goed nieuws voor de trekvissen die dan weer vanuit zee het Haringvliet en de Rijn op kunnen zwemmen. Tenminste, als ze niet terechtkomen in een visnet. Want er is bij de Haringvlietsluizen ook nog visserij. En afspraken daarover zijn nog niet gemaakt. Ja, die vissen die liggen nu te wachten. Hè, die willen erin. Ja. Dat zijn zalmpjes die zijn opgekweekt in Duitsland, Zwitserland. In zee opgegroeid. Die willen terugstoten tegen die dam. Nou, daar kunnen ze straks doorheen. Ja. Gaat ook gewoon lukken. Komt op ook weer haring. Straks opgelost. Ja, maar er wordt ook gevist. Dus de kans dat ze als bijvangst in een garnalennet of in een fuik belanden is er gewoon. Wij vinden gewoon dat heel snel gewoon heel goed in beeld moet komen. En als ze hier dan te veel ervan in netten verdwijnen als bijvangst, dan zijn we natuurlijk gek bezig. Ja. Maar de oplossing is moeilijk te vinden nog. En dat zal ook de overheid een belangrijke rol in moeten spelen. Ja. De toekomst zal het leren. Een toekomst die wat Bas betreft mooie beelden oproept over het Haringvliet, waar de natuur zijn weerga niet kent. Dat je hier op een gegeven moment echt weer visarenden zalm ziet vangen. Dat het zoute water weer door kreken stroomt met enorme biezenvelden tot aan de biesbos. En dat we weer zandbanken hebben in het Haringvliet met zee onder. Hoe mooi zou dat zijn? Kees en Freya die laten de toekomst voor wat het is, want zij houden hun blik strak gericht op het nu, op het heden. En ik ben heel erg benieuwd wat ze deze week weer voor bijzondere dieren gaan vinden in het Haringvliet.